Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben vandaag een soort van vrij van school. Niet helemaal gepland, althans ik had om 9 uur school. Maar ik werd pas om 10:30 wakker en mijn school op maandag duurt tot 12 uur. Dus voordat ik dan op school was aangekleed en alles was het 11:30 voordat ik er was. Dus ik dacht een beetje onzin om nog naar school te gaan. Dus dat is een beetje dom, maar ja, daar heb ik wel een soort van vrij dagje. Ik moet vanmiddag wel werken van 16:30 tot 18:30. Maar dat vind ik op zich niet zo heel erg. Ik vind het wel even lekker om te werken. Zoals je misschien kunt zien ben ik in de kamer van mijn moeder. Daar heb ik vannacht geslapen met Miel. Hij is nu eventjes aan het douchen en dan gaan we zo meteen terug naar het huis van mijn vader. Ga ik mijn weekvlog eventjes bewerken en hopelijk ook een beetje mijn room makeover video. Ik hoop dat dat gaat lukken. Want die wil ik aanstaande vrijdag voor jullie afgelopen vrijdag online hebben staan. En dan wil ik volgende week eigenlijk een roomtour filmen bij mijn vader. En dan misschien die week daarna de roomtour bij mijn moeder of zo. Dinsdagavond. Ik kan eindelijk weer een beetje normaal filmen. Sorry voor mijn haar. Het ziet er echt niet uit. Maar goed. Ik heb vandaag een hele dag stage gehad van 10:30 tot 6. Ik ben net thuis. Ik heb net eventjes lekker gegeten samen met Miel. Die zit in Sam's kamer even een filmpje te kijken. Maar gisteren kon ik eigenlijk helemaal niet filmen. En vanmorgen ook niet echt. Omdat ons huis wordt verbouwd. Dat heb ik misschien wel vaak verteld. Ons hele woonkamer wordt opnieuw gestuukt. En die man is er iedere dag van 7 tot 4. En die zet keihard de muziek aan, gaat keihard meeschreven. Dus gisteren was ik wel gewoon de hele tijd thuis, alleen ik kon gewoon niet filmen. Omdat die muziek zo hard stond dat, en hij zo hard aan het schreeuwen was dat jullie me niet eens konden horen. En toen die man weg was, toen moest ik ook werken. Dus had ik ook geen tijd meer om te filmen. Hij is eindelijk klaar. Volgens mij komt morgen of donderdag komen de schilders. Ik hoop dat die wat minder lawaai maakt, zodat ik gewoon deze week vlog normaal verder kan. Maar goed, hij is eindelijk weg die man. Het resultaat is wel heel mooi geworden. Dus op zich, het mocht ook wel. Maar daardoor kon ik gewoon eventjes niet filmen. Zoals jullie misschien wel weten is het voor jullie aankomende vrijdag Black Friday. 29 november uit mijn hoofd. Dus ook de dag dat Miel en ik 3,5 jaar samen zijn. En dan is het dus ook Black Friday. Bij heel veel merken heb je dan altijd korting op make-up, kleding, schoenen, alles. Net zoals bij Otto. Daar heb je dus 20% korting op alle mode. Net zoals deze trui. Deze trui heb ik van hun mogen ontvangen. Dit is een roze Levi's sweater. Ze hebben ook hoodies. Ook nog allemaal andere kleurtjes. En ik heb deze uitgekozen. En ik heb ook een paar hele leuke schoenen van hun mogen ontvangen. Voor de mensen die mij kennen of vaker mijn vlogs kijken. Die weten wel dat ik al een paar Nike sneakers heb om mee te sporten. En die vind ik echt super chill zitten. Dus daarom ben ik ook echt enorm blij met deze. Ze zijn een beetje zalmroze en zijn afgewerkt met zilver en grijze details. En ze zitten echt super lekker. Ik heb ze al gedragen met het sporten. En het zijn echt gewoon hele fijne sportschoenen. Gewoon lekker licht. Ze wegen niks. Dus het is lekker met rennen of andere dingen doen. Dus deze. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Net als met deze trui. Hier woon ik ook echt in. Het liefst heb ik hem ook echt nog in 20 andere verschillende kleurtjes. Ik heb hem in een maatje XS. Ik vind dat hij best wel, zeg maar, dit vind ik prima oversized en dit is een XS. Dus hou er rekening mee als je hem ook wil bestellen. Ook heb ik een hele leuke winactie voor jullie. Die gaat via mijn Instagram. Dus heb je die nog niet gezien, check die eventjes. Want die heb ik afgelopen vrijdag op Insta gezet. Je kan namelijk 75 euro shoptegoed winnen bij Otto. Ik heb bijvoorbeeld ook deze leuke trui scoren of wat andere dingetjes. Ze hebben echt super veel. Ze hebben Levi's, ze hebben Coach, ze hebben Only, Vera Moda. Ze hebben echt van alles. Dus voor ieder wat wil. Super leuk. En natuurlijk niet te vergeten. Aankomende vrijdag krijgen jullie 20% korting met de code Black Friday. Op alle mode bij Otto. Dus dat is ook super leuk. 20% korting is natuurlijk gewoon heel erg veel. Black Friday is sowieso overal korting. Helemaal chill. Maar dit wil ik eventjes aan jullie laten zien. Hier ben ik echt onwijs blij mee. Misschien heb je het in een vorige vlog wel al gezien. Dat ik een foto ging maken met deze trui. Dat was toen met de rosa. Maar deze trui zit zo lekker. Ik kom eigenlijk gewoon niet uit. Miel en ik gaan zo meteen sporten. Ga ik ook lekker deze sportschoenen aantrekken. En hou ik ook lekker deze trui aan. En wat we daarna gaan doen weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we bij hem gaan slapen. En morgen moet ik gewoon naar school toe. Ik ben best wel moe. Ik zie er ook echt niet uit. Ik heb alleen maar een beetje mascara over. Er is geen make-up. Dus ja. Dit is de trui hoe die bij mij zit. Ik heb dus een XS zoals ik al zei. En ik draag hem gewoon lekker op een zwarte pantalon. Ik weet niet. Ik vind hem op een zwarte broek wel het leukste. Gewoon een lange jas eroverheen ofzo. Ik had van de week had ik deze jas erop aan. Deze van de Zara. En die vind ik echt heel erg leuk erop staan. Als je dan gewoon een hele zwart-witte outfit hebt, zeg maar. Met deze broek. En dan leuke schoentjes eronder. En dan opeens een knalroze trui. Echt. Het is woensdag vandaag. Ik ben thuis van school. Het is nu 4:15. Ik had vandaag les van 9 tot eigenlijk tot 16:30. Maar om 16:30 zei die man, weet je, gaan jullie maar lekker naar huis. Dus chill. Ik ben echt gelijk blij. Ik moet echt morgen naar de zonnebank. Want zaterdag gaan Charlotte de shoot
de collectie shooten voor Vlots. Allemaal nieuwe sieraden. Dus dat is heel erg leuk. Zal ik ook zaterdag wel laten zien aan jullie. Maar als ik dan zo wit ben, dat kan echt niet. Dus morgen moet ik echt naar de zonnebank. En ik heb het zo koud dat ik gewoon twee truien aan heb. Wacht, ik weet niet of je het kunt zien. Kijk, ik heb mijn Levi's hoodie aan en gewoon mijn H&M hoodie. En ik had vandaag gewoon lekker mijn sportlegging aan, want ik had echt geen zin in deze dag. Ik heb net eventjes boodschappen gehaald om te avondeten. Ik heb kipsaté gehaald. Mijn droma die zei dat het echt heel erg lekker is. Het is van Moeren en dat moet je dus gewoon in de oven doen. En dat is heel erg chill, want ik kan dus niet koken omdat onze kookplaat vol staat met allemaal spullen. Omdat vandaag of morgen de schilder of zo komt. Dus het moet ook zo blijven staan. Dus ik kan alleen dingen in de oven doen. Dus ik heb lekker deze kipsaté gehaald. Twee pakjes ervan. En ik heb een Italiaanse bol. En Mio en ik hadden gisteren al twee keizerbroodjes gehaald. Dus ik heb in ieder geval genoeg brood. En voor vanavond heb ik lekker chipjes gehaald. Deze. Die tortilla chips en die van Albert Heijn eigen merk zijn echt het lekkers. Want die van Doritos hebben niet zo heel veel zout erop. En deze zijn echt heel lekker gezout. Dus dat is mijn tip. En dan eet ik dat altijd met guacamole. Dus dat is ook super lekker. Dus dat ga ik vanavond lekker opbeuzelen. Ik ga zo meteen eventjes mijn roomkamer makeover video een beetje afmaken qua bewerken. En dan morgen moet ik eventjes het intro en het outro filmen. Outro, is dat een woord? Het intro en het einde filmen. En sorry dat ik deze week nog niet heel erg veel gefilmd heb. Maar dat komt ook gewoon omdat maandag heel de dag die bouwvakker er was. En gisteren had ik tot 6 stage. Vandaag had ik school. Morgen heb ik ook stage. Vrijdag ook. En dan zaterdag ga ik shooten met Char. En dan zondag is mijn laatste werkdag voor het weekend. Want ik heb ontslag genomen voor de weekenden. Ik ga vanaf nu alleen nog maar op maandag werken. En dat komt gewoon omdat ik best wel veel deadlines heb voor school en zo. En door werk en YouTube en vlog en gewoon alles krijg ik het gewoon niet af. En daarom heb ik zoiets, heb ik gewoon mijn weekenden lekker vrij om aan school te zitten. En YouTube en weet ik veel wat allemaal. En dan heb ik gewoon op maandag uit school ga ik gewoon werken. Dat klopt in mijn hoofd gewoon eventjes iets meer. Want nu moet ik dan op zondag van 11:30 tot 14:45 werken. Nou, in de ochtend slaap ik. In de middag als ik thuis kom moet ik douchen, ga ik avond eten. En dan is het alweer avond. En dan is eigenlijk soort van heel mijn dag alweer voorbij. Terwijl ik daarvoor maar 3 uurtjes en 3 kwartier werk. Dus ja, ik vond het dat gewoon niet waard. Dus deze zondag is mijn laatste zondag. En dan vanaf volgende week ben ik vrij in het weekend. Dus dat is echt heel erg chill. En ook natuurlijk als ik voor het stage moet lopen in het weekend. Stel dat ik op zaterdag een stage loop en dan zondag ga werken. Heb ik gewoon geen weekend. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. En normaal werkte ik altijd alleen op zaterdag. En nu alleen op maandag. Dus in principe is er geen verschil. Er was heel eventjes voor een maand een dag bijgekomen. Maar die dag is er ook weer afgegaan. Mijn arm die wordt een beetje lam. Ik ga eventjes wat drinken inschenken. En boven even lekker in bed mijn video bewerken. En eventjes een oplader zoeken, want mijn telefoon is nog maar 2%. En volgens mij ben ik mijn oplader bij Miel vergeten. Ik was ook mijn sleutels vergeten, mijn huissleutels. Maar gelukkig van mijn oma aan de overkant, dus heb ik daar eventjes de sleutel gehaald. Maar het is echt een chaotische dag. Oh, mijn arm wordt zo lang. Oké, jongens, er is echt iets heel erg. Volgens mij, het is ook wel weer aan de ene kant heel grappig, maar het is pas grappiger over een paar weken. Nu is het nog best wel erg. Ik ga het eventjes vertellen. Het is trouwens donderdag vandaag. Ik ga even mijn raam dicht doen, want het is echt bloedfysiek en koud hier. En zoals je kunt zien misschien ben ik bij mijn moeder. Omdat ons huis wordt natuurlijk een soort van verbouwd en alles. En vandaag was de schilder er. En ik moest nog een stukje filmen voor mijn roomkamer makeover video. En ik vond het een beetje ongemakkelijk om dat te filmen waar de schilder bij was. Dus ik ben eventjes naar mijn moeders huis gereden. Dat ik zo meteen eventjes dat stukje kan filmen. Maar het erge, ik ga het vertellen. Gisteravond bleef ik bij Miel slapen. En vandaag tussen 8 en 9 zou de schilder komen. En onze trappen zou die dan helemaal opnieuw wit maken. En maandag zou de schilder dan beginnen met de muren blauw te maken. En ik kom net thuis. En hij is gewoon de trap blauw aan het verven. Dus ik bel, want mijn vader is een beetje weg. Dus ik mijn vader bellen. Pap, ja, welke kleur moet de trap worden? Zegt hij, alles moet gewoon helemaal wit. De hele trap gewoon wit. En toen zei ik, ja, die man is er blauw aan het maken. En die kleur lijkt verdacht veel op de kleur die eigenlijk op de muur zou moeten. Dus mijn vader is nu aan het regen. Wat erg. Want eigenlijk zou die man morgen dus klaar zijn met de trap te verven. Maar mijn vader komt zaterdagochtend terug, zodat mijn vader ook gewoon naar boven kan. Want het is ook de trap naar mijn vaders kamer, zeg maar. Maar ja, nu moet eerst op blauwe drogen. Moet hij daarna weer gaan schuren om eraf te halen. Daarna moet hij weer met witte verf eroverheen. Dus het gaat echt nog veel langer duren, denk ik. Wat erg. Ik vind het eigenlijk ook wel heel grappig, maar het is wel erg hoor. Want ik keek naar boven, want ik kwam thuis en
Hij begint met de trap helemaal boven, omdat anders kon ik niet naar boven, zeg maar. Want ik slaap gewoon op de eerste. Dus hij was de trap van de eerste naar de tweede aan het surfen. En hij begon bovenaan en ik keek zo omhoog. En toen dacht ik, blauw? Volgens mij moest het gewoon wit. Maar ja, ik wist natuurlijk niet wat mijn vader had afgesproken, want hij verandert nog wel eens een keertje van mening. Dus ik mijn vader bellen, ja, klopt dit wel? Zegt hij, nee. Dus, oh, wat erg. Maar goed, ik ga eventjes mijn jas uitdoen. Ik ben vanmorgen met me eventjes mee geweest naar de kapper, want die moest om 10 uur bij de kapper zijn. Het is nu 11:30. Ik heb vandaag stage van 14:30 tot 20:00. En echt super jammer, want er is dus bij Paul Warmer is er een VIP-sale-avond. En Milan's moeder was ervoor uitgenodigd en Miel en ik konden mee. Alleen, ik kan niet mee, want ik heb stage. En het duurt van 4 tot 8, dus ik kan echt helemaal niet mee. Dus dat is echt heel jammer. Maar iets heel erg leuks. Ik ben namelijk echt al een tijdje aan het sparen voor een designer tas. Een Yves Saint Laurent tas. En zaterdagochtend ga ik die kopen. Ah! Miel is zo lief om met me naar Utrecht te rijden. Want de laatste stuk hebben ze alleen nog maar in Utrecht. Ik wilde hem eigenlijk volgende week in Amsterdam gaan kopen. Als ik met Rosa in Amsterdam ben. Maar ik zag dus op de Bijenkorf-site dat ze hem alleen nog maar in Utrecht hebben. Dus zaterdagochtend gaan Miel en ik naar Utrecht rijden. En ik heb zo lang gespaard voor deze tas. En ik wilde hem zo graag. En ik ga hem eindelijk kopen. Ik weet niet of jullie het leuk vinden dat ik het in de vlog laat zien. Of er een aparte video van maak. Ik vind een aparte video weer zo overdreven of zo misschien. Omdat het is een tas. En daar ga je dan een hele aparte video van maken. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk. Want ik vind het ook zelf heel erg leuk om dat soort video's te kijken. Voor nu ga ik eventjes het begin en het einde van de roomkamer makeover video filmen. En dan ga ik zo meteen weer terug naar huis. En kijken hoe het met de trap is. Wat erg. Een stukje voor de roomkamer makeover video is gefilmd. Ik ga nu naar huis, ga ik die bewerken. En opslaan en op YouTube zetten zodat hij morgen erop komt. Soms krijg ik de vraag of ik wat vaker wil laten zien wat ik aan heb. Dus dat zal ik bij deze eventjes doen. Deze trui is van de H&M mannenafdeling. En deze spijkerbroek, of ja, zwarte spijkerbroek, is van de Pieces. Maar ik moet straks toch mijn pantalon aan voor stage. En mijn Dr. Martens. En mijn jas daar is van de Zara. Dus ik ga nu weer naar mijn vaders huis. Video bewerken. En kijken hoe het met de trap gaat. Volgens mij is de schilder eventjes weg. Maar kijk. Het gewoon blauw gemaakt. Dus het moest gewoon wit worden. Dit wordt wel de kleur van de muur. Maar het had niet de kleur van de trap moeten zijn. Maar ja. Het is zaterdagochtend of namiddag. Het is nu 12:30 of zoiets. Gisteren heb ik niet zo heel erg veel gefilmd. Gisteren heb ik van 9 tot 6 stage gelopen. En daarna heb ik met Milan een pizza besteld. Die trouwens heel vies was. Bij New York Pizza. Er zat zo'n laag kaas op en zo'n laag tomatensaus. Nou, ik vond het niet te vergeten. We hebben een lekker pizzaatje gegeten. Toen ging ik me klaarmaken. En toen ben ik naar Zoe toe gegaan. En daar waren Dagmar en Hella ook. En toen zijn we uit geweest. En we waren eerst in de stad. Maar daar was niet zoveel leuk. Dus toen zijn we uiteindelijk naar de Westhoek gegaan. Dat is richting Scheveningen. Soort. Ja. Ik vind de Westhoek niet echt heel erg leuk per se. Maar het is zeg maar leuk omdat je daar iedereen kent. Het is zeg maar een soort van kroeg. Het is geen kroeg. Maar het is gewoon een kleine club waar iedereen van vroeger van Zegboek en zo kwam. Dus dat is wel leuk, want je kent gewoon iedereen. En ik zou eigenlijk deze ochtend met Milan naar Utrecht rijden om mijn tas te kopen. Alleen, hij moest wel om 12:00 terug zijn, dat wisten we. Dus we hadden onze wekker 7:45 gezet. Zodat we dan eventjes konden douchen, aankleden en dan naar Utrecht konden rijden. Want dus vanaf Den Haag was het een uurtje rijden. Maar ik werd vanmorgen zo bizar misselijk wakker en zo niet lekker. Want ik had een beetje te veel gedronken misschien. Dat ik tegen Miu zei, Miu, sorry. Maar nou, hij vond het uiteindelijk niet erg. Maar dat was mijn gordijn. Nou, hij vond het uiteindelijk niet erg, want hij wilde ook best wel graag blijven liggen. Maar ik zeg, sorry Miu, maar als ik nu in de auto ga zitten, dan kots ik echt heel die auto vol. Dus dat hebben we niet gedaan, maar ik heb echt een hele lieve vader. Die vanavond met mij naar Utrecht wil rijden. Want de Bijenkorf is tot 8 open. Maar vandaag moet Sam voetballen. Of nou, hij is al klaar, maar hij moet dus nog met een ander team mee voetballen. Waardoor mijn vader pas rond 17:30 thuis is. Dus als mijn vader thuis is, chasen we naar Utrecht en ga ik die tas kopen. Dus ik ben echt super excited. Maar zoals je misschien kunt zien, heb ik echt super veel leuke dingetjes van Chiquelle gekregen. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ook heb ik wel bij de Douglas besteld. Ik heb nog steeds, jongens, geen kleding besteld. Ik ben zo trots op mezelf. Ik had met mezelf de afspraak dat ik heel de maand november geen kleding mocht kopen. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. Ik heb wel een pakketje ontvangen van Naked. En dan nu een pakketje ontvangen van Chiquelle. Maar dat heb ik natuurlijk niet zelf gekocht. Dus dat telt niet mee. Ik zie er trouwens ook echt niet uit. Maar ik had met mijn make-up opgeslapen. En dat is er net pas afgehaald. En ik moet nog douchen en zo. Maar ik wil dit gewoon eventjes aan jullie laten zien.
Ik begin wel eventjes met het pakketje van de Douglas. Want er is, ik weet niet of het nog steeds is. Ik ga even kijken. Ik weet niet of het ook nog is als deze video online komt. Maar er is dus 25% korting op MAC. En ja, nu nog steeds. Ik weet dus niet of het dinsdag ook nog is. Maar nu in ieder geval nog wel. Ik denk dat het gewoon tot en met Black Friday is. Dus als jullie dit zien, is het er denk ik ook nog wel. Maar je hebt dus bij de Douglas 25% korting op MAC. En daar wilde ik natuurlijk eventjes gebruik van maken. Ik zag echt nog veel meer andere leuke dingetjes. Maar ik dacht, weet je, ik bestel gewoon eerst één ding. En dan kan ik altijd, als die actie inderdaad nog langer blijft lopen, kan ik altijd nog meer bestellen. Ik heb namelijk echt een super mooi oogschaduwpalet gezien bij MAC. Die ik eigenlijk wel wil kopen, maar ik gebruik nooit oogschaduw. Maar het is gewoon zo mooi. En... oh, Sanne. Maar voor nu heb ik eventjes alleen een bronzer gekocht. Nou ja, het is zeg maar een contour. Ja, het is een blush. Maar iedereen gebruikt hem om mee te contouren. Het is namelijk MAC Harmony. Ik denk dat echt bijna iedereen deze wel kent. Dit is dus een blush, maar wordt door heel veel mensen gebruikt om mee te contouren. Omdat het een hele mooie assige kleur is. Oh, doosje speechfish. Tada, dit is hem. Ik vind het wel altijd kleiner lijken dan dat het is. Oh, het lijkt een beetje op de kleur van mijn muur. Oh nee, grapje. Maar hiermee kan je dus blijkbaar heel goed contouren. Omdat het een hele mooie assige kleur is. En normaal is deze 24 euro. Maar door die 25% korting was hij nummer 18. Dus ik dacht, hè, weet je, ik bestel hem. En misschien dat ik nog een paar leuke lipkleurtjes ga bestellen. En dan die minis. Want die zijn normaal maar 7, of zijn normaal 10 euro. Maar nu zijn ze maar 7,50 natuurlijk. Dus misschien dat ik er daar wat van ga bestellen. En ik wilde eigenlijk ook de Fix Plus. Die naar rozen ruikt. En nou, dat oogschaduwpalet. En ik zag echt superveel. Dus misschien dat ik het gewoon voor de kerst ga vragen. Aan mijn oma of zo. Van mijn moeder heb ik natuurlijk al een cadeautje wat ik krijg. Dus oké. Okay. En er zat ook nog bij. Even kijken. Het geurtje van Jador. Van Dior. En dan heb ik nog 5 ontzettend leuke dingetjes van Naked mogen ontvangen. Naked heeft namelijk 35% korting op alles. Behalve op de sale en op de beauty. Maar wel op alle kleding. Sportkleding. Bikinis. Alles. Ze hebben dus 35% korting. Omdat het dus Black Friday is. Ik zal de code ook eventjes in de beschrijving zetten voor jullie. Ik heb wel vaker samenwerking met Chicel, zoals jullie misschien wel weten. Maar nu is het natuurlijk leuk. Want normaal heb ik een kortingscode van volgens mij 20%. En nu is de kortingscode dus met 35%. Omdat het dus Black Friday is. En ik vind de trui van Chicel echt geweldig. Ze zijn zo lekker zacht. En eigenlijk al mijn producten zijn altijd lekker zacht. Producten en items. Dus laat ik dan ook maar beginnen met een trui. Want ik heb weer een trui bij hem uitgezocht. Ik heb deze al in zoveel kleuren. Ik heb hem in het wit, in het beige, in het grijs, in het beetje blauwig. Daar krijg ik ook heel erg vaak de vraag naar. Oh. Maar die is dus ook van Chicel. En ik heb hem nu ook in het zwart. Want ik dacht, zwart is altijd wel handig. En dit is echt een geweldige trui. Dit is hem. Het is gewoon een hele simpele gebreide trui. Met een beetje soort van ballonmouwtjes. Niet echt. Maar het is gewoon een hele chille trui. Je trekt hem even snel aan. Hij blijft mooi. Hij is zacht. Volgens mij iedereen die samenwerking doet met Chicel ontvangt iedere keer wel een trui. Die hij dan uitzoekt. Omdat hun trui gewoon zo chill zijn. Dus die. Dan heb ik nog een trui. Maar dit ziet er echt uit als zo'n hele lekkere zachte teddy trui. Nou niet echt teddy. Maar oh, hij is wel echt super lekker zacht. Het is een beetje een soort van vliesstofje ofzo. Ik weet niet echt hoe ik het kan uitleggen. Maar het is in ieder geval een hoodie. Met een capuchon dus. En aan de onderkant is die wat korter. Het is een beetje een crop model. Maar aan de onderkant heeft hij van dat elastiek. Dat vind ik best wel gaaf. En het is een beetje een beige-achtige kleur. Ik zie wel dat er hier een vlekje zit. Ik weet niet precies wat het is. Maar kijk, er zit hier een klein vlekje. Kan je de stof goed zien? Het is een beetje een soort van vlies. Het is een beetje badstof. Ja, het is een beetje een badstofachtige trui. Dan heb ik een blouse die nu bij de Zara heel erg hot en happening is. Ik heb hem daar ook gepast. Bij Instore Delft hadden ze hem ook. Maar bij Chicel hebben ze hem dus ook. En dit is een leren blouse. Zo, kijk hoe leuk. Dit is hem. Bij de Zara heb je hem dus ook, zoals ik al zei. Daar is hij 40 euro. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe duur die bij Chicel is. Ik denk ook rond 40 euro. Maar nu met 35% korting is dat natuurlijk echt heel chill. Het is gewoon een blouse en dan in het leer. En ze hebben deze ook nog in het wit. En hij sluit gewoon met een paar mooie knoopjes. En er zitten ook nog reserveknoopjes aan. Dus dat is ook heel erg chill. Oh, heel leuk vind ik deze. Ik heb trouwens deze in een maatje 36. Deze trui heb ik in een S. En deze trui is one size. Dus dat is ook heel erg chill. En ik bestel eigenlijk bij Chicel altijd wel een maatje groter. Omdat ik ze best wel klein vind vallen. Maar deze heb ik dus in een 36. En hier ben ik heel blij mee. Dan een top in een hele mooie blauwe kleur. En deze heb ik weer om ook weer in een S.
Dit is hem. Dit is het lichtblauwe colletje met een beetje een ripstofje erin. En ik vind het echt een hele mooie kleur. Als mijn haar weer zilver jumper weer eventjes wat assiger is. En dan mooi deze erbij. Vind ik dat echt heel mooi. Deze heb ik dus ook in een maatje S. En aan de bovenkant heeft hij een heel minimaal colletje. Het is niet dat hij helemaal tot hier zit. Maar gewoon een beetje tot de helft. En dan heeft hij een soort van die roesjes. Of ja, hoe noem je dit? Dat het afgewerkt is. Een beetje van die rafeltjes. En aan de onderkant van de top en bij de mouwen heeft hij dat ook. Kijk, hier kan je dat goed zien. Kijk, hier heeft hij dat ook. Dus die. En hier ben ik echt heel blij mee, want ik vind het echt een hele mooie kleur. En dan als laatste waar ik het meest excited over ben. Het is dezelfde kleur als deze top, dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Maar ik heb van Chiquelle dus een jas mogen ontvangen. Een hele warme teddycoat. En ik ben hier super excited over, want ik zag deze op de site. Bij Chiquelle is het altijd zo dat je gewoon linkjes naar ze mag toesturen van wat je leuk lijkt. En dan maken zij een selectie van wat ze naar je toesturen. Dus je weet altijd wel wat je naar ze hebt toegestuurd, zeg maar. Wat je graag zou willen, wat je leuk zou vinden. Maar je weet nooit welke selectie hun maken om naar jou toe te sturen. Dus dat is echt heel leuk. Ik heb deze jas in een maatje 36. Dat was de kleinste maat die ze hadden. Die had deze jas ook nog in heel veel andere kleurtjes. Maar ik vond het wel leuk, gewoon blauw. Ik weet niet, ik vond het gewoon echt een hele mooie kleur. Oké, laat hem even maken. Zoals jullie misschien wel weten, of niet weten, ik weet het eigenlijk niet. Was dat rond september denk ik, of oktober? Had ik dus een teddycoat besteld bij Lovis. Alleen die was voor mij echt veel en veel te groot. En toen ik deze zag, dacht ik, oh my god, ik hoop zo dat dit hem wordt. Oh my god, kijk. Hoe leuk is dit? Kijk nou. Oh, heel leuk. Hij is ook lekker lang. Heeft hij ook zakken? Ja, hij heeft ook zakken. Dat is echt top. En hij gaat dicht aan de voorkant met zo'n drukknoop. Dus dat is ook echt heel erg chill. Wat leuk, wat leuk. Kijk nou hoe zacht dit stofje is. Ik heb nu dus ook nog in heel veel andere kleurtjes. Ik ga hem zo meteen gelijk aantrekken. Ik zal zo meteen eventjes aanbeelden voor jullie hierachter aanplakken. Laten zien hoe alles staat. Maar oh, hier ben ik zo blij mee. Oh, wat leuk. Oh my god, kijk eventjes hoe leuk deze teddycoat is. Hij komt net ietsjes over mijn knie en hij zit gewoon... Hij is gewoon een goede maat, weet je. Het is niet dat je denkt, jezus, waarom heb je zo'n oversized jas aan? Dat staat bij mij meestal niet zo mooi, omdat ik maar een klein ding ben. Dus dat lijkt helemaal zo'n propje. Ik vind hem echt heel leuk. Ja, I love it. En die kleur is ook echt geweldig. Als je gewoon bijvoorbeeld een zwarte broek aan hebt met een zwarte trui en dan deze jas eroverheen. Is toch helemaal leuk. En je hebt dus hier, zakken zitten wel een beetje laag, maar misschien komt dat gewoon omdat ik wat kleiner ben. Oh ja, heel leuk. Misschien dat ik hem wel nog een beetje ga laten inkorten, want ik had dus bij Stijn gezien dat zij dat had gedaan. Maar oh, wat leuk. Ja, love it, love it. Dit is die hoodie. Hij is wel heel erg cropped, zoals je misschien kunt zien, want mijn navel komt hier en die trui komt, nou, daarboven. Ik weet ook niet of die capuchon zo hoort. Zoals je kunt zien zit hij niet in het midden en die trui zit verder wel gewoon goed, want... Ja, zo hoort hij zeg maar gewoon. Dus ik weet niet of dit een fout is of dat die capuchon hoort zo. Maar ik vind het wel grappig eigenlijk. Ik zou dit niet echt naar buiten dragen of zo. Of nou, misschien met een hoge leuke spijkerbroek is het wel leuk. Maar ik zou dit eerder gewoon thuis dragen. Maar hij zit wel echt super lekker zacht. Dit is die zwarte trui die ik dus ook al in 2006 andere kleurtje heb. En deze zit gewoon echt heel chill. En is gewoon simpele leuke zwarte trui. En kijk, ik vind die hals ook gewoon mooi aansluiten en zo. Dus die. Dit is het blauwe colletje. En hier ben ik echt heel blij mee. En ook heel blij mee dat ik een S'je heb besteld ervan. Want hij zit echt perfect. Armen zitten perfect. Ietsjes te lang voor mij. Maar voor mensen met lange armen is dat wel heel chill. Het colletje komt ongeveer tot de helft. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Want ik anders echt een heel dik hoofd krijg. Ik zie er sowieso niet uit nu. Oké. Ja. Ik vind hem heel leuk deze. En dan als laatste deze. Hier ben ik echt heel blij mee. Ik had deze toen bij de Zara gepast. Alleen toen had ik hem dus niet genomen. Omdat ik hem echt een beetje te groot en te lang en zo vond vallen. Maar deze zit echt perfect. Ook leuk met een mom jeans of zo. Met een lichtblauwe spijkerbroek. En dan zwarte laarsjes of Dr. Martens eronder. Ik vind deze echt heel leuk. Ik ben heel blij dat ik deze heb uitgekozen. Het is zondag vandaag en ik moet vandaag werken. Het is vandaag ook mijn laatste werkdag of de zondag. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik moet vandaag van 11:30 tot 1:00. Omdat degene die mijn les gaat overnemen vandaag komt proefdraaien. Dus daarom moet ik maar 1,5 uur hoef. Dus dat is heel erg chill. En daarna ga ik snel naar huis eventjes mijn haar doen en make-up doen. Want dan komt Char van de Ram foto's maken voor de nieuwe sieradencollectie van Vlot. Die komt als het goed is 1 december online. Zoals volgende week zondag. En als ik terug ben, zal ik ook mijn tas laten zien. Ik heb gisteren een tas gekocht. Een hele mooie. En ik twijfelde eerst om er een aparte video van te maken. Maar... ik weet niet, ik vind dat een beetje opschepperig of zo. Dus ik ga het gewoon lekker in deze weekvlog doen. Maar dat doe ik straks als ik terug ben van werk. Ik ga me nu eventjes omkleden naar mijn badpak.
Even eerst mijn tanden poetsen. En dan werken. En dan zal ik strakjes aan jullie mijn tas laten zien. Ik ben klaar met werken. Ik heb eventjes mijn haar een beetje opnieuw gesteld. Ik moet alleen nog eventjes droog shampoo in doen zo meteen. En mijn make-up gedaan. Want Charlie komt over 10 minuutjes. Want we gaan de nieuwe sieradencollectie van Flot shooten. Met mijn mooie nieuwe roze muur en mijn ringlamp en zo. Dus daar heb ik heel veel zin in. En vanavond ga ik uit eten met mijn opa en oma. En ons gezin en mijn oom en tante. En nu gaat mee en zo. Maar voordat Char komt wil ik jullie nog heel graag dit laten zien. Ik heb gisteren mijn Yves Saint Laurent tas gekocht. Nou, het is nu eigenlijk Saint Laurent, maar het logo is... Oké, goed verhaal. Ik heb gisteren mijn tas gekocht. Ik wilde deze echt al super lang. Ik weet niet hoe lang, maar ik dacht gewoon van... Dit is gewoon zo'n mooie eerste designer tas. Ik heb hem ook in het zwart, omdat zwart gewoon lekker tijdloos is. En ik dacht, mijn eerste tas moet gewoon zwart zijn. Aangezien ik ook nog geen zwarte tassen heb. Maar goed, ik wilde hem eigenlijk van de week in Amsterdam met Rosa kopen. Alleen toen zag ik dat er nog maar 2 stuks waren in Utrecht. Dus gisteravond ben ik met mijn vader naar Utrecht gereden. En heb ik hem gekocht. En ik ben er echt zo, zo blij mee. Ik ga hem aan jullie laten zien en openmaken. Er zit wel een bijkorftas omheen. Een beetje jammer, maar het gaat natuurlijk om de echte tas. Oh my god. Dit is de doos waar je hem in krijgt. Het is gewoon een heel... klein poepige doosje. En er staat hierop Saint Laurent. En als je hem openmaakt, heb je hier de dustbag. En daar zit de tas in. Oh my god. Oké. Tada. Oh my god. Oh my god. Dit is hem. Dit is hem. Dit is de Saint Laurent Lulu Toy Bag. Ik heb de kleinste versie, omdat voor mij is de kleinste versie gewoon genoeg. Het enige wat ik altijd meeneem is een telefoon, pasjeshouder en camera. En dat is wat hierin past. Dus dat is voor mij prima. De maat hierna werd wel weer heel erg groot. En ik ben natuurlijk maar klein. En dat zei die man in de winkel ook. De tas moet wel in verhouding zijn met je lengte. Want anders is het zo van, waar gaat die tas met die chick heen? In plaats van, waar gaat die chick met die mooie tas heen, zeg maar. Dus ik heb voor deze gekozen. En ik heb hem dus gekocht bij de Bijenkorf. In Amsterdam, of in Utrecht bedoel ik. En ik heb de zwarte versie met het gouden hardware. Nou, het is niet echt per se goud. Het is meer een beetje dat... Ja, hoe noem je dit? Het is zeg maar niet dat dat je denkt van... Oh, lelijk goud, ordinair. Het is een beetje bronsachtig. En dat vind ik heel mooi. Open doet. Er zit nog een blauw plasticje op. Die ga ik straks eraf halen. Dit is de binnenkant. Je hebt 2 vakjes. Ik zal even het hendeltje eruit halen. Dit is het hendeltje wat je erbij krijgt. Gewoon een leren strap. Best wel een dunne strap. Dus die. En die is ook weer met goud hardware. En dat staat hier op die kleine kopjes. Staat Saint Laurent. Ik heb de helderheid eventjes ietsjes lichter gezet. Dan zie je de binnenkant wat beter. Maar hij heeft dus zoals je kunt zien 2 grote vakken. Hier zit een klein flapje waar je dus ook je pasjes in kunt doen. Hier heb je dan nog een flapje voor bijvoorbeeld bonnetjes. En hier heb je nog een ritje. En daar zit volgens mij nu nog... daar zit nu nog... dat echtheidsbewijsje in. Maar die ga ik gewoon in de doos bewaren, denk ik. Maar je hebt dus 2 grote vakken. En dan een soort van 3 kleine vakjes. En voor mij is dat echt meer dan genoeg. Ik ga nu... Zal ik dat blauw eraf halen? Zal ik het laten zitten? Nee, ik ga het er wel afhalen. Oh! Oh, ik ben er zo verliefd op. Zo blij mee. En dit is dus de strap die je eraan kunt doen. Maar je kan bijvoorbeeld natuurlijk ook zelf andere straps kopen om eraan te doen. Bijvoorbeeld met een brede band. Dat is ook heel erg leuk. Gewoon een beetje afwisselen. En omdat het natuurlijk een zwarte tas is, past bijna iedere strap er wel bij. Je kunt de strap hier ook verstellen. Je hebt 3 mogelijkheden. Ik heb hem nu op de kleinste zeg maar staan. En dan zit hij voor mij echt perfect. Je zou hem eventueel ook nog als klusje kunnen gebruiken. Want je kan dit er namelijk soort van afhalen. Maar ik denk niet dat ik dat ooit ga doen. Ik ga hem gewoon lekker als crossbody bag dragen. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Oh, ik ben hier zo blij mee. Het is echt alsof een droom die uitkomt. Dit is de lengte bij de tas voor mij als die zeg maar op de kleinste staat. En ik vind dit echt perfect. Dus dat is echt... heel erg chill. En wat ik ook nog even wilde laten zien is wat ook bijvoorbeeld een heel erg leuk idee is. Ik heb op AliExpress deze backstrap besteld. Het is zo'n wannabe Dior backstrap. En deze heeft dus ook dezelfde kleur hardware aan de uiteinde als deze tas. Dus ik dacht, hoe leuk is het om hem dan bijvoorbeeld daar eens mee af te wisselen. Dus dat ga ik nu eventjes kijken. Of dat leuk staat, ja of nee. Kijk nou, hoe schattig. Dan heb je gewoon zo'n andere strap eromheen. Dan kan je hem dus ook bijvoorbeeld gewoon... zo dragen. Kijk. Kijk nou hoe leuk dit staat. Dan heb je ook zo'n... Deze komt dus gewoon van AliExpress. Kan je hem heel leuk zo combineren. I like it. Kan je hem ook zo dragen. En je kan hem natuurlijk dan ook zo. Maar dan vind ik hem eigenlijk ook best wel leuk. Ja, niet met deze trui, die backstrap. Maar
Deze is natuurlijk wel gewoon het mooiste erbij. Maar gewoon even als voorbeeldje dat je niet per se alleen deze hoeft te gebruiken. Maar er dus ook andere bij kunt doen. Die wilde ik dus eventjes aan jullie laten zien dat ik er echt onwijs, onwijs blij mee ben. Helemaal zelf bij elkaar gespaard. En dat is toch een extra lekker gevoel of zo van... Ja, ik weet niet. Gewoon een soort van beloning aan jezelf. Ik weet niet. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik ga eventjes wachten tot het charter is. En dan gaan we foto's maken voor vlot. En vanavond lekker uit eten bij de Griek met mijn opa en oma. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik er geen aparte video van heb gemaakt. Maar voor mijn gevoel komt dat een beetje op schepperig over of zo. Terwijl ik weet dat 20.000 mensen het op YouTube doen. En bij hun vind ik het dan maar niet op schepperig. Maar ik weet niet. Ik had er niet zo'n behoefte aan om er een aparte video van te maken. En ja, ik dacht het is gewoon leuk om in de vlog te laten zien. En ik ben er echt zo blij mee. Oh my god. We zijn foto's aan het maken voor vlot. Charlotte hier op mijn bed. En we zijn al 2 uur bezig of zo. Ja. Er zitten wel leuke foto's tussen. Alleen het is best wel lastig om... Het is donker. Ja, het wordt nu wel echt donker buiten, want het is nu 4 uur. En ik heb trouwens dit colletje aan van Chico. Ik vind hem echt leuk. Die hou ik denk ik ook zo meteen aan met uit eten. Een oorbel heb je toevallig in. Wat vlotje. Mm. Kijk nou even hoe leuk. Wanneer komt dit online? 1 december. Volgende week zondag. Nee. Oh, die vlog. Vlog. Dinsdag. Oh, dat is wel misschien. Kijk, ook dit kettingtje. Deze superleuke oorbelletjes. Ik weet niet of het stel... Ja, kijk nou hoe leuk. Dit sterretje. Oh. Dus die kunnen jullie allemaal kopen vanaf 1 december zondag. Hoe laat doen we? Nou, ik ben over 8 uur. Ja, 8 uur 's avonds, want overdag ben ik er niet. Maar ik kan los. George bent naar huis. Ik ga eventjes wachten op Miu. En dan gaan we naar de overkant naar mijn opa Noah. Gaan we daar even gezellig wat drinken. En dan gaan we daarna lekker uit eten. We gaan als het goed is naar de Griek. En ik heb dit topje van Chiquelle aangehouden. Daar gingen we net een foto's mee maken. En deze broek van de Zara. En ik zie dat mijn camera leeg is, dus moet ik even heel snel praten. En daarbij doe ik mijn zwarte Isabel Marantz aan. Deze. En ik denk gewoon mijn ruitjesjas. En echt de sieraden van Vlot. Ik vind het zo leuk. Dit is echt mijn favoriete setje. Maar 1 december komt het er dus op te staan. Dus ik ga verder nog niks laten zien. Je moet maar eventjes op de website kijken. Maar ik ga dus eventjes wachten op Miu. Camera aan de oplader doen en dan lekker uit eten. Het is vandaag maandag. Ik was vergeten mijn camera op te laden. Dus bij deze sluit ik de weekvlog eventjes af. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Volgende week wordt het heel erg leuk, want dan ga ik weer leuke dingen doen met Rosa. Ik ga zeker naar Loetje. Ik ga afspreken met Jet en Zoe, dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dus ben je nou benieuwd? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer.